Tegen de coalitie en tegen het kabinet zeg ik wel, leg het maar uit. Leg het maar uit aan kinderen in het onderwijs, aan ouders, aan docenten, dat er niets extra's wordt gedaan om het lerarentekort op te lossen. Leg het maar uit. Dat we zoveel geld op dit moment hebben in onze Nederlandse economie, op onze begroting, dat we het verschil tussen het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs en de verschillen in salarissen niet oplossen. Leg het maar uit. En leg het maar uit aan mensen in de zorg die voor 15 euro per uur mensenlevens redden. Dat we ondanks alle welvaart die we hier hebben en een begrotingsoverschot, dat we niks doen om hun salaris te verbeteren. Leg het maar uit. Leg het maar uit dat er nog steeds kinderen zijn met zulke complexe problemen. Omdat ze bijvoorbeeld in hun jeugd zijn misbruikt. Of omdat ze, dat ze een depressie hebben. Dat ze een eetstoornis hebben. Dat hun problemen zo complex zijn dat ze tussen wal en schip vallen. Dat de gemeentes, wie verantwoordelijk zijn voor die zorg, niet voor de zorg voor ze kunnen dragen. Leg het maar uit dat we daar niks aan zouden doen. En leg het maar uit dat mensen die het slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf, dat die soms maanden tot een jaar moeten wachten voordat ze gehoord worden. Voordat de vermoedelijke dader wordt gehoord. Leg het maar uit dat we daar niks met elkaar...